Goedendag en welkom weer bij een aflevering van Alpha Audio. Vandaag de gloednieuwe musical Fidelity V90. Een DA-converter met SPDIF, optisch en USB en volgens de specificaties 32 bit 192 kHz. Nou, zoals we allemaal weten, specificaties zeggen niet alles en wij hebben uiteraard het dak even opengemaakt. Het klopt, er zit een 32 bit 192 kHz dak in. Om precies te zijn, de PCM1795, dat is een 32 bit dak, maar intern zit ook een SRC4392 en die kan tot 24 bit, iets meer dan 192 kHz. Kortom, alles wat erin komt gaat naar 24 bit, 192 kHz en die zet het weer om, de PCM1795 zet het weer om naar analoog. Daarbij, niet alle ingangen zijn high-res. De USB gaat tot 24 bit 96 kHz en dat komt door een THS-1020B van ook Texas Instruments. Dat zijn even dingetjes die je moet weten. Het is een mooi dak, hij is keurig gemaakt en hij ziet er ook gewoon strak uit. En specificaties zeggen ook lang niet alles over de muzikaliteit. Hoge specs, leuk, maar in praktijk 90% van de collectie is gewoon CD, dus 44 kHz. En high-res komt wel op, maar ook dat kan deze dak gewoon afspelen. In ieder geval 24 bit, 96 kHz over USB. Nou, laten we even de dak bekijken. Het is een klein doosje. Deze is in zilver uitvoering. Achterop zien we analoog uit. Uiteraard single-ended. Wat wil je voor €275? USB, coaxiaal en twee keer optisch. Nou is het handig om te weten dat deze ingang gecombineerd is. Dus het is of coaxiaal of optisch. Dit is gewoon optisch en dat is gewoon USB. En dat is voorop te schakelen. Aan en uit. En natuurlijk input. Geen afstandsbediening. Maar ja, wederom €275. Dan kan je ook niet al te veel eisen gaan stellen. Laten we even erin kijken, want we hebben hem toch even opengemaakt om te zien hoe die gemaakt is. Bodemplaatje is vrij dik. Het is echt een serieus stuk ijzer. En dan heb je hierin de printplaat. Schuift hem zo uit en dat is bij heel veel van deze DA-converters zo. Een paar schroefjes en je bent erin. Dan zien we hier de printplaat. En opvallend is dat Musical Fidelity echt tegenwoordig best wel nette producten levert. Het is allemaal hartstikke netjes. Het is allemaal machinaal aangebracht, zo te zien. En dan zien we hier de USB-receiver, de TAS-1020B. Die is al een tijdje op de markt. En Texas Instruments zegt ook, van ja, we raden deze chip eigenlijk niet meer aan. Dus wij gokken dat Musical Fidelity nog een behoorlijke zwik van die chipjes had liggen. En dacht, ja, hoe gaan we die nog gebruiken? We maken een budgetdak. Daar is op zich helemaal niks mis mee. Maar ja, wij zien tegenwoordig toch liever die XMOS chipsets, die klinken gewoon beter. Gaan ook high-res, maar goed, €275 wederom. Hier zit de PCM1795 dak en hier zit nog een sample rate converter. Dus wij gokken dat de signaalweg via dus ofwel de USB TAS-1020B naar de sample rate converter gaat, of deze gaat direct de sample rate converter in, dus de SPDIF en optische ingangen. En vervolgens naar de dak. Je ziet het, hier is een kristalletje, daar is een kristalletje, die zal de TAS-1020 aansturen. Die stuurt hoogstwaarschijnlijk de SRC aan en de PCM-dak. Helaas geen aparte klok voor 44 kHz of 48 kHz, dat hadden we toch wel graag gezien. Maar ja, aangezien al het inkomend signaal toch naar 24 bit 192 kHz gaat, heeft dat ook geen zin. Maar deze dak is, naar ons idee, als we het layout zo zien, niet bit perfect. Iets om rekening mee te houden voor de purist. Wat we wel hebben, ik vind het er netjes uitzien. Het is keurig gebouwd, er zitten degelijke componenten op. Ik bedoel, Burr Brown 1795 is gewoon een mooie dak. De SRC4392 is ook een mooie sample rate converter. De TAS-1020B was in zijn tijd ook een prima USB receiver. Al met al gok ik dat deze dak gewoon keurig gaat klinken. Zeker voor het geld. Wij gaan hem testen. We laten u horen, of laten u lezen beter gezegd, hoe de dak klinkt en presteert. En hoe die in praktijk werkt.
Oh, één voordeel wat we nog niet hebben verteld. Dit is een USB 1.1 ingang, kortom, geen drivers. En dat is toch wel prettig om even te weten voor de mensen die liever echt een plug-and-play systeem hebben. We danken u weer hartelijk voor het kijken en tot de volgende keer. Tot ziens!